Het ging over een oudere entertainster. En die samen met haar man een bedrijfje had. Zingen en dansen en drinken en met mensen en zo. En haar man gaat dood, maar zij blijft gewoon dat nog runnen. Ze doet allemaal net alsof of er niks aan de hand is. Ik vind dat zo tragisch. Ik was daar heel erg ontroerd door. Van, zo mooi. Ja, en het is ook nog mooi gelukt ook, het film. Maar ik heb altijd heel fijn gewerkt ook in Belgische films. Het zijn goede mensen hebben jullie. De laatste tijd ook erg veel mooie films gemaakt in België. Hoe kijk je terug op Lijmen? Wat toch een van jouw grootste films is? Ja, Lijmen was ook heel bijzonder om te doen. Ik had nooit gedacht dat ik met de regisseur toch goed heb gewerkt. Want ik kon hem in het begin helemaal niet verstaan. Toen ik hem pas leerde kennen. En hij verdomde het om Nederlands te spreken. Maar op het moment dat hij me ging regisseren, sprak hij gewoon Nederlands. Daar was ik echt bijna boos op hem. Maar daar heb ik heel fijn mee gewerkt, ja, met Robben.